Ja, de lachen, de grapjes, de klanten, dat. Vooral de gezelligheid. De gezelligheid in de zaak zelf en de mensen gaan we het meest missen. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Wie had de 6 oesters? Ronnie. Het begon met de frietzaak. En daarna volgde dit restaurant, vlak bij de grens met België. Er zijn in de omgeving van Putten maar weinig mensen die Jan niet kennen. Jan is helemaal echt een dorpsman. Hè? Zo, echt, je staat ook in deur gaat als je niks te doen hebt. En dan maakt hij met iedereen een praatje. En dat is precies wat het restaurant zo populair maakt. De gezelligheid. De gastvrouw en gastheer zijn echt wel heel vriendelijk. Dus we vinden het spijtig als ze gaan stoppen eigenlijk. We zijn een beetje zo op een zondag van... Oh, geen zin om te koken, waar gaan we naartoe? En dan gauw naar Mariola bellen. Geen probleem, kom maar af. Super. Ik denk altijd even vriendelijk. Een klantenbinding tot en met. Je komt precies op vriendschapsbezoek, zou ik zeggen. Nou, vandaag komt het beste, hè, jong. Ja, dat denk ik ook wel. Voilà. Ja, ik heb het altijd graag gedaan. Maar na 45 jaar hard werken is zo'n laatste avond best lastig. Ik denk dat ik gewoon jank. Ik denk dat wel. Ik denk dat wel. Ik denk wel, vooral we boven zijn, dat het heel emotioneel is en alles. Ja. Er zijn mensen bij die komen 40 jaar bij ons. En we hebben gewoon een familieband en we kennen iedereen bij naam en toenaam. En ja, daar ga je toch wel een stuk... Ja, mooi. Ga je heel veel missen. Dat weet ik nu al,